Wij zijn op dit moment weer in de hotelkamer in Polen, zoals jullie vorige week hebben kunnen zien. We zijn net wakker geworden hier en we zouden eigenlijk moeten ontbijten. Maar ik wist niet tot hoe laat het ontbijt was. Het is op dit moment volgens mij rond 11 uur of zo. En het ontbijt scheen maar tot 10 uur te zijn. Dus dat is aardig kut, want we hebben wel honger en we hadden ons op de lijst gezet om te ontbijten. Dus we moeten zometeen eventjes buiten dit hotel gaan en gaan kijken of ze daar iets te ontbijten hebben. Want we hebben natuurlijk wel eten nodig, Ruben. Ja, hij zal ontwijfeld wel naar de Mac gaan. Ja, we hebben wel eten nodig natuurlijk om zometeen te shoppen nog. Eten nodig. Ja, nou, ik wel in ieder geval, want ik voel geen energie. Ik heb niet dat reservelaagje, hè? Nou, is dat het? Ja, ja, ik denk dat dat... Ik een reservelaag aanmaken, hoor. Dit is de situatie. Ik denk dat dat het is. Ja. Nou, in ieder geval, we gaan zometeen naar de markt. Want vorige week hebben jullie nog een aantal shots kunnen zien van de markt hier zo. Maar ze zijn hier veel strenger in het filmen op de markt. Dat mag eigenlijk niet en dat mag eigenlijk in Hollywood ze ook niet. Maar daar zijn ze iets meer van, Martin die laat ons gewoon filmen, weet je. Ik denk dat dat later ook anders wordt, maar hier op de markt zijn ze in ieder geval veel strenger. We gaan zo meteen er weer heen en dan ga ik proberen wat stiekem te filmen en zo wat shots. Gaan we ook natuurlijk wat shoppen en daarna gaan we natuurlijk weer stoken. Dus het belooft weer een mooie dag te worden, Ruben. Ja. En het is vandaag 17 december. Laat even allemaal weten of jullie al kerstvakantie hebben. Want binnenkort, waarschijnlijk over 10 dagen ongeveer, mag je het al ophalen, het vuurwerk. Dus iedereen is helemaal hyped. Zelfs Ruben, zijn bestelling heeft hij al gemaakt. Ja. En hij gaat super veel ophalen. Dus zo, ja. Vuurwerkshop in Nederland komt weer aan. Ja, vuurwerkshop in Duitsland. Check Extreme Rides. Zo. Hey. Ja, maar toch geen paratiet delft, hey, check mij. Maar misschien had ik eigenlijk nog niet de hotelkamer hier heel goed gefilmd. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Het was gisteren zo druk toen we hier aankwamen. We hebben hier twee aparte bedden. We hadden eerst een kamer met een tweepersoonsbed. Maar ja, Ruben die houdt nogal van gezelschap s'nachts. Dus je hebt hier nog een pakje Crazy Robot. Ja, gekke. En dat zijn hele goede knallen. Dat was echt crazy. En crazy. Die gaan we zo meteen natuurlijk ook even stoken. Hier nog een pakje Achtung. Die zijn ook dik, de grootte van jouw duim ongeveer. Ja, het is echt zo. Waargelegd dat dit is aan de mensen. Ja, heel apart hè. Die heb jij nog niet, hè, online staan. Nee, maar dit is ook geen vuurwerk. Vogelverschrik. Ja, een soort voor het jagen gebruiken ze dit. En die geeft om de halve minuut een knal. Dus die duurt heel erg lang. Dus ik weet niet, deze denk ik als allerlaatste doen. Ja. Want die gaat heel lang duren. Ik weet ook niet of het überhaupt eigenlijk wel de moeite is om aan te steken. Maar ik wil hem wel graag laten zien in de vlogs. Ja, het lijkt me wel lachen om zo'n ding een keer op te hangen ergens. Je kan hem ook om je nek doen. Zullen we dat eens doen? Ja. Heb je best wel een mooi uitzicht ook. Het ziet er niet heel bijzonder uit, maar daar ergens rechts of zo zit de markt volgens mij. Ongeveer. Het is wel een stukje rijden. Nog verder dan dat we van Hotel Margo zaten en dat je zo naar Martin reed, maar... Het is wel iets stedelijker hier, dus het is iets minder, ja, het is wel echt, je ziet ook flatjes daarachter en huizen. Maar ja, rij je een stukje door, kom je heel veel bos tegen. Daar hebben we ook gisteren veel kunnen stoken. Ja mensen, dit is het verschil hè. Ruben zit aan een patatje en ik zit aan een yoghurtje. Dat is niet goed man Ruben. Je moet heel lang rijden zo hè. Ik heb daar vandaag alleen brood op. Ja, ik heb verteld hoe komt dat we hier zitten. Wat zei je? Ook aan het kijken verteld hoe komt dat we hier zitten. Ja, doordat jij... Van, meneer, jij hebt me niet wakker slapen. Gemaakt. Jij hebt me niet wakker gemaakt, man. Gisteren maak ik hem wakker, want de meid... Ja, joh. Het is pas 10 uur, het is tot 11 uur ontbijt. Dat is nou, ik denk, dan maak ik hem iets voor 10 uur maak ik hem wakker. Iets half 10 maak ik, of half 11 maak ik hem wakker. Ik kan ook op de markt gaan eten, als je wil. Ja, is goed. Dat gaan we zo meteen doen, maar dat is onhygiënisch inderdaad. Wij gaan in ieder geval op dit moment even naar een vuurwerkwinkel hier zo. En dat is niet een markt, maar dat is een vuurwerkwinkel. En waarschijnlijk staat de hele video van die winkel al online. Mocht dat zo zijn, dan staat er een linkje in de beschrijving of hier in beeld. Mocht dat niet zo zijn, dan komt hij sowieso vast en zeker binnenkort online. Maar voor nu laat ik jullie zo meteen even een paar snelle shots zien. De rest zullen jullie dan zien in een andere video. Maar ze verkopen onder andere Zena producten. Dus het is eigenlijk een Zena-winkel in Polen. Want het is een Pyro Market. Ik denk dat de meeste mensen er wel eens van gehoord hebben. En ze verkopen ook Funke. En dat is natuurlijk een van de mooiste merken, toch? Ja, is het Funke. De Duitsers zeggen Funke. Er staat een umlaut op de U. Ja, Duits, nee, volgens mij niet. Is wel nee, er staat een voor mij. Ja, een volgens mij wel. Ja, maar de Duitsers zeggen Funke, wij zeggen Funke. Funke, ja, hoe heet het? Klopt. Nou, in ieder geval, ik ben super benieuwd wat ze daar hebben.
Zena-producten in Polen. Ik zweer, ik heb het nog nooit gezien. En dit is een echte vuurwerkwinkel in Polen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog nooit naar een vuurwerkwinkel ben geweest. Een fysieke winkel in Polen. En jij? Ben je wel eens geweest naar een fysieke winkel? Een fysieke winkel in Polen? Nee. Het is hier al, joh. Super dichtbij. Dus we laten eventjes de beelden zien hoe die winkel eruit ziet. Eventjes alvast een likeie. Ja, het hekje staat open. Zena en hier, Funke met op de umlaut iets. Firewerkie. Zelfs Funke PS5'jes. Dat is alles. PS5'jes hebben ze daar ook. Dat is niet normaal. Draka's. Maar ziet er netjes uit. Klopt. Echt ziek. Om gewoon bij een vuurwerkwinkel te zijn die je in België ook hebt. En dat ze dan dit soort dingen ertussen verkopen. Misschien wel leuk om te vermelden dat alles volgens de regels gaat. Wat hè? Alles gaat volgens de regels. Dus geen shells, geen harde bom of wat dan ook. Dit is ook een maximaal wat ze verkopen, niet zonder de token. Ja, precies. Ja, het is toch bizar. Die hebben ze hier niet, maar Zena in België krijgt... Ja mensen, hier waren we dus in de vorige vlog. Hadden we even gestookt, een paar cakes. En ze staan er gewoon nog. Het is wel langs de weg, best wel tricky. Ruben komt ook eruit, die gaat ook even polshoogte nemen. Ja, nou polshoogte. Ja, dat was Belgisch vuurwerk, maar het was wel mooi. Het waren wel mooie dingetjes. Ja, nou ja, maakt niet uit. Yo! Gaan we. Cruise protector. Reservehoofd. Hoop dat hij blijft hangen. Nee, die hangt niet. Zo, volgende locatie. Ruben heeft al special traka. Die hangen we even op hier zo. Het ziet er best verlaten uit. Dus we hopen hier lekker aan de gang te kunnen. Want het lijkt een beetje op Tsjechië waar we vorige keer waren. Ruben hangt hem op. Vakkundig zoals hij kan. Allemaal tegelijk mensen, doe dit niet thuis na. Scream 3. Pijlen. Ja? Zweer het, kom maar. Crazy robot. In de water. Ah, kut. Nou, daar zit de pre-burner voor. En daarnaast. Zo, we zijn weer op locatie waar het niet zo waait. Er zijn heel veel van die mensen die gewoon bij de gemeente werken en zo. Zijn ze heel veel bezig met bomen die omgewaaid zijn weghalen en zo. Dus daarom moeten we een beetje oppassen wat we precies gaan doen. Hoe lang we ergens op een plek blijven staan. Want er zijn dus heel veel mensen van de gemeente die met houthakken bezig zijn en zo. Jullie hebben in video's kunnen zien, ook in Nederland, dat wanneer ik dan gewoon doorging, belde hun de politie. En dan kwam ik er 9 van 10 keer net van af. En kon ik er net onder vandaan komen. Maar het houdt een keer op, die geluk natuurlijk. Het houdt een keer op. Het houdt een keer op. Oké. Ga verder. Wegwezen en maar doorstoken. En maar doorstoken. En die zag naar de bodem. Ja. Zo. Zakken, hè? Ja, dat is echt zwaar. Eentje gaat ook nog af. Shit, voelde je die trill? Ja, die grond schudt, hè? Ja. Nee, joh, gewoon daar op de grond. Nee, want dan moeten we niet zoveel lawaai maken, was het toch? We willen toch niet risico lopen? Ah, joh. Ze zitten in de auto, horen niet, joh. Gewoon als laatste. De eindknal. Een keertje goed doen. Zo. Ja, nog te goed. Zo. Achtung, is alweer de laatste, dames en heren. Nou, geef maar een vuurtje, jong. Daar gaan we. Ja, heel mooi doet hij dit. Die zijn hard, hè?
Ik ben best hard, ja, ja. En hoe hard? En de vrachtwagens rijden door. Dus we komen zo meteen bij de grens aan. En, ja, dan gaan we proberen te filmen. De douane is filmen, is geen aanrader. Klopt. Kijk, hier bij die bocht is de grens. We moeten al 40 gaan rijden. Klopt, en daar is de grens. Sowieso douane, zegt Ruben. Nou, sowieso, want ze staan er vaak. Mag officieel natuurlijk geen grenscontroles meer uitvoeren in Europa, maar ze doen het af en toe nog wel. Is zeker met ja, ze rijden al veel minder hard. Ik ga eventjes de weg filmen voor jullie. Kunnen jullie precies zien dat we de grens overgaan. Let's go! Die dingen, ja, dus even kijken. Ja, je moet altijd langzaam rijden hier. Maar zo te zien gebeurt er vandaag weinig. Ja, het regen natuurlijk. Ja, ambtenaren. Ja, ambtenaren blijven binnen dan met regen. Echt, hè? Zit hier. Ja, dit is gewoon. En wat ze dus doen, zoals hier al die auto's, ik weet niet of dat filmt, hier al die auto's. En dan sta je hier gewoon in de rij en word je doorgelaten en houden ze je gewoon tegen. Maar daar moest dus echt een goede reden voor hebben. Wat er dus nu gaat gebeuren, we zijn nu de grens over. En ik had toch pakjes voet geslagen. 12, die traap onderlijn. Ook in Duitsland zijn we verkopen. Dus in principe ben ik hier voor mijn ook al strafbaar. Maak je niet druk hoor, meneer agent. Die gaan gewoon naar ons vast ook tegen strijden. Maar hier gaan ze staan langs de weg. Dus de politiebussen staan hier dadelijk in de berm. Die moet tegen al die kentekens. Die checken op belasting, scheur, openstaande boetes. Hier zit het bordje. Ons Republiek Duitsland! Heistig Bilkamer in Duitsland, Leute! Ze varen hier 130! Wat een gek, joh. Dus we zijn onderweg weer naar Nederland. We zijn nu op dit moment op de snelweg. We zijn klaar met stoken. Het is ook begonnen met regenen helaas. En ja, het is behoorlijk laat al. Het is op dit moment, even kijken, als ik even snel spiek bij Ruben op zijn dingetje. 3:05 'smiddags. Dat houdt in dat ik pas om 12:00 s'nachts ongeveer thuis ben. Ja, en ik 2 uur eerder. Ja, we moeten eerst nog naar Limburg, naar Ruben. En dan pak ik daar mijn auto op en dan rijd ik door naar Delft natuurlijk. Kijk, vroeger was ik 30 minuten later dan thuis. Misschien een kwartiertje. En ik kom van Leiden. Ja, Leiden is zo slim geweest om de zitter te gewoon. Dat is dichter bij je auto. Het is allemaal over nagedacht. Juist. Maar in ieder geval, we zijn dus gestopt met stoken net op tijd, want het is begonnen met regenen. En ja, we hebben alles kunnen schieten, dat hebben jullie net kunnen zien. En we gaan nu ongeveer weer terug naar Nederland. En ik moet zeggen dat we best wel, de eerste dag toen we aankwamen in Hooijemoed, was het best wel schrikken met de politie. Nou, dat heeft een stempel gezet op deze 3 dagen. Klopt. Een goed ongeluk gebeurde. Zet een kijkje jongens, zwaailichtjes. Wat is er aan de hand? Trauma. Ramptoerisme. Een traumavrachtwagen. Zo. Oh. Mijn naam is Ruben Koet en ik kijk iedere dag naar Proud Team Delft. Jij toch ook?